Sportpark De Boshoek is het decor voor HHC tegen AFC. En HHC is het meest gevaarlijk in die openingsfase met het schot van Van Hezel. Dat gaat rakelings naast het doel van Joey Potveer, de doelman van AFC. Dan de Amsterdammers met een kansje, maar ook die gaat er niet in. Ton du Châtinier verlaat aan het eind van het seizoen de Amsterdammers om een avontuur in Frankrijk te beginnen. En hier is de grote kans voor de thuisploeg. Van Bentum krijgt hem er niet in. Het was overigens druk bij HSC. Het vierde vandaag de open dag en heel veel jeugdspelers waren erop afgekomen. En die zien dan de goal, want daar valt hij. Van Bentum, een schitterend doelpunt. En het is de 1-0 voor HSC. En ik kan niet anders zeggen dan dat het volkomen terecht is. AFC mist aan alle kanten in de laatste lijn. Dan komt Potveer te laat en dan komt HHC op de 1-0 voorsprong. Ver in blessuretijd. Kobussen heeft het overzicht, ziet de vrije man. En dat is deze man, die is zojuist ingevallen. Mathieu van Assen is de naam. Hij scoort de tweede voor HHC, dat een veel betere seizoenstart kent dan het vorig seizoen toen het onderin bungelde. Nu doet de ploeg mee. Dit is de derde zegen.